Goedendag, je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza.nl. Nou, over de bewolking en de regen hoeven we het amper nog te hebben, denk ik. De meeste regen trok over de noordelijke helft van het land. Zal aan het einde van de dag weer plaatselijk 20 tot 30 mm opleveren. In het zuiden was het wat meer gemiezer, maar was de bewolking ook af en toe dun genoeg om te zien waar de zon ongeveer zou moeten staan. Heel veel stelden dat niet voor. 12 graden slechts in Groningen, 16 naar 17 graden in het zuiden van het land. En dat hele wisselvallige weer, dat zien we natuurlijk ook op de Europese weerkaart terug. Nog steeds die uh, ja, wat we noemen voren van lage luchtdruk. Die ligt zo. Nou, en daaromheen trekt het regengebied heel langzaam steeds vanuit Polen en Tsjechië via Midden-Duitsland naar Nederland. Ook in Duitsland op veel plaatsen wateroverlast. Dus uh, gedeelde smart zullen we zeggen. Maar er komt eindelijk wel verandering, want het lage drukgebied wat op deze kaart nog bij het oosten van Engeland ligt, dat gaat bewegen en de luchtdruk begint in onze omgeving te stijgen. Morgen in de loop van de dag hebben we geen luchtdruk meer van in de buurt van de 1010, maar in de buurt van de 1023. En daardoor gaat de regen ook langzaam maar zeker oplossen. Helemaal droog wordt het nog niet morgen, maar het wordt wel beter. Vanavond, vooral nog in de noordelijke helft van het land, veel bewolking en van tijd tot tijd regen en motregen. Op de Waddeneilanden en in het uiterste noorden van Groningen en Friesland kan het misschien wel droog worden. Maar ja, daarvoor moeten we toch even op de regenradar kijken. In het zuiden ook grotendeels droog, enkel spatje en ook een enkele opklaring. In de nacht nog steeds van tijd tot tijd regen, maar het regengebied begint wel geleidelijk smaller te worden. In het noordoosten komt misschien een opklaring, dan daalt daar de temperatuur naar 8 graden. De rest van het land blijft het bewolkt en is het 10 tot 13 graden. En morgen overdag zien we die trend langzaam doorzetten. Het regengebied, wat ergens boven het midden van het land ligt, laten we zeggen tussen de grote rivieren en Friesland en Groningen, daar dan ongeveer ten zuiden van, daar ligt ergens dat regengebied met veel bewolking. En in de loop van de dag neemt die regen steeds verder af, en uiteindelijk wordt het dan droog en breekt heel voorzichtig de zon door. Maar in het zuiden en in het noorden breekt de zon eerder door en daar zijn de temperaturen hoger. In het noorden gaat het om 17 in het zuiden 18 en in het midden van het land, waar het dus het langst bewolkt blijft, 15 à 16 graden. Morgen dus beter weer dan vandaag, maar nog niet top, maar dat gaan we voor elkaar krijgen in het lange weekend. Veel mensen zullen vrijdag vrij zijn, nou dat gaat gepaard met een zonnige periode en een paar stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden en het blijft droog. Zaterdag volop zonneschijn, slechts een paar wolkjes en dan ook temperaturen van 17 tot 20 graden. Op de stranden is het wel minder warm, want de wind waait uit het noorden en dus vanaf zee. Zondag komt er vanaf de Noordzee een paar wolkenvelden aanzetten. Het zijn lage wolkenvelden, Ik denk dat die in de loop van de ochtend voor een groot deel oplossen, maar zondag dus wel meer bewolking dan bijvoorbeeld op zaterdag. Temperaturen vergelijkbaar, opnieuw 17 tot 20 graden. En volgende week lijkt de temperatuur langzaam verder omhoog te gaan. Ik wens u een fijne hemelvaartsdag en een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.